Dit is de shit, man. En dit werkt. Als je dat niet voelt, neem die koude douche. Waardoor de hartslag 24 uur per dag omlaag gaat. Nou, betekent dat stress verleden tijd is. Hoe kan het dat we eigenlijk toch zo weinig kennis hebben hierover? Of dat zo weinig mensen hiermee bezig zijn? Dan veroorzaak je niet alleen stress, maar ook stresshormoon. Wat ze allemaal doen met anderhalve meter. Jongen, het klopt niet. Een gelukkig, krachtig, gezond iemand... onvoorwaardelijk. Ja, dan heeft die hele farmaceutische industrie en ziekenhuizen... die hebben plotseling geen werk meer. Liefde en de ziel, dat is alles. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En ik heb hier voor me Wim Hof. En dat is voor mij een grote eer. Want ik heb jouw verhaal eigenlijk leren kennen sinds de coronacrisis. Toen ben ik me in je gaan verdiepen. In je verhaal. In je methodes. Vooral het ademhalen en de koude douche. En vanaf dat moment wilde ik je een keer ontmoeten. Dus ik vind het ontzettend tof dat je er bent. Dank je wel voor je komst. Ja, je bent echt leuk. En een toffe gozer. Zeker hier in Amsterdam-Noord. Zoals het hoort. Gewoon tof zijn, cool zijn. Hoppa. Ja, en wil je cool zijn, moet je mij hebben. Want ze noemen me de Iceman. De Iceman. Ja, daar wil ik eigenlijk gelijk even mee beginnen, Wim. Veel mensen kennen je inmiddels, weet ik. Omdat ik... best wel vaak iets van je deel op Instagram. En dan krijg ik reacties van, ik doe het ook. Hoe lang kan jij al koud douchen? Alleen, voor de mensen die je nog niet zo goed kennen... toch misschien even een stapje terug. Hoe wordt Wim Hof Iceman Hof? Kun je ons een beetje meenemen in dat proces? Ja, ik kom uit Limburg. Ja. Sittard. En dus 1 kilometer van de grens ben ik geboren met Duitsland. 12 kilometer van België. Meest enge stukje van Nederland. Waarom is dat eng? Ja, bewustzijnsvernauwing, weet je wel. Ik wil dat een beetje zo introduceren. Maar okay. Ik ben in Sittard geboren en op een gegeven moment, 17 was ik, ben ik naar Amsterdam gegaan in een kraakpand terechtgekomen. En toen was ik al erg geïnteresseerd, diep geïnteresseerd in esoterische andere disciplines dan het normale. Ja. Dan de normale religies, dan de normale filosofieën, dan de normale denkbeelden. Dus ik zat in boeddhisme, in hindoeïsme en in yoga en kung fu enzovoort. Al die dingen die toentertijd helemaal niet... dat was raar. Dat was raar als iemand zoiets deed. Je moest gewoon een beetje meelopen met iedereen en alles. En dan is het, dan ben je niet raar. Maar ik was raar. Maar dat rare, ze kunnen me zeggen dat ik een ezel ben of een beetje gek. Maar als ik me goed voel, dan blijf ik het gewoon lekker doen. Ja. Dus net, als je verliefd bent, dan doe je ook gekke dingen. Ogenschijnlijk doe je dan gekke dingen. Maar voor jezelf ben je helemaal in de hemel. En je vliegt als een adelaar overal naartoe. Om maar zo snel mogelijk luchtbreed direct te komen bij je doel. Dat is bij je object of love. En voor mij was dat koud water. En ik ben toen daar in Amsterdam, in het Beatrixpark. Daar ben ik begonnen eigenlijk. In een zondagochtend. 17 was ik, 17, net 18. In die winter, tussen 17 en 18. Ik ben in 20 april geboren. Dus dan in de winter is het 17, driekwart. Ik zag een vlies, dus een dun laagje ijs op zondagochtend. Ik zat weer te mijmeren, zoals altijd, over filosofie, over de zin en onzin van het leven. En waar zit de diepte en hoe zit het allemaal? Wat kunnen we doen? En in boeken, die honderden had ik gelezen, daar kon ik het niet vinden. Want uiteindelijk wil je iets psychisch bereiken in zwaarte, in diepte, in de psyche. Die wil je vinden en die wil je eigenlijk, die zwaarte daar, die daar zit... Die wil je verlichten. En omdat je er niet bij kan, met de bestaande manieren van zijn, denken, doen en laten. Zo zijn we niet geschoold om in de diepte van onszelf thuis te kunnen zijn. Zijn we daarvoor te afgestompt? Oh ja, absoluut. 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 En je ziet de depressie bijvoorbeeld onder jongeren massaal in de wereld toenemen. De grootste ziekte wordt dat gewoon. Ja. En waar hebben we het dan over? We hebben over dat jongeren niet het geluk deelachtig kunnen worden. Ze kunnen dat niet beïnvloeden. Niemand wil ongelukkig zijn. Maar ze kunnen het niet. Ze weten niet hoe je dat moet beïnvloeden.
Laat me je vertellen, ik heb de sleutels gevonden. Ik heb dat met de universiteiten gedeeld. Met brain scans en bloedproeven. Dat we een veel diepere controle in ons hebben. Waar we mee zijn geboren, maar nooit in geschoold. En was dat het moment dat jij zag dat vliesje ijs liggen. Jij had een soort onverklaarbare drang om dat ijs in te lopen. Zo is dat. Je had het idee dat als ik daar inspring, dan kom ik mezelf tegen. Dan kan ik veel dieper gaan dan de normale mens op dit moment. En hoe kan je dat proces beschrijven? Waarom trok dat ijswater hier zo? Wat gebeurde er? Het is een. Je voelt gewoon van, daar wil ik naartoe. Ik weet niet. Ik keek om me heen. En ik weet eigenlijk op dat moment, zonder gedachten ben ik. Ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben, maar ik voel iets. Aantrekkingskracht. Je bent gestuurd door iets of iemand, denk je? Nee, absoluut niet door iemand en dat de heilige der heiligen en mijn ancestors en genetical, weet ik wat allemaal, de missionarische toestanden, weet ik wel allemaal. Nee, er was niks heiligs aan, maar het was wel een ingeving van, ik ga dat gewoon doen. En ben je toen direct onder water gegaan? Hoe je stapt voor het eerst in je leven in een ijsbad? Als het precies. Ware. En ik zat daarin en ik verwonderde mij dat ik helemaal geen kou voelde. Ik verwonderde mij dat ik ijskoud water helemaal niet als koud aanvoelde. Het voelde natuurlijk aan als een kracht, maar niet als koud. Mm-hmm. Ons denkbeeld is kou. Kou moet daar buiten zijn, niet binnen. Dat is negatief, agressief. Is niet fijn. Weg ermee. Dat heeft te maken met, waarschijnlijk met waar we vandaan komen. Uit de prehistorie was de kou. Dat moest je altijd daar buiten houden. Want we hadden daar helemaal geen controle over. En het enige wat die kou dan buiten hield, dat was blijf in die grot of in die hut. En dan steek een vuurtje aan en hou je handen vooral richting het vuurtje. En dan ben je warm en onder een deken, onder een vacht. Dat veroorzaakt natuurlijk in onze genen, in onze diepte waar we vandaan komen. Want het zit nog altijd, die prehistorische genen, die zitten nog steeds in ons. Dat is een onderdeel van onze brainstem, hersenstam, het reptiele brein. Dat is nog steeds daar. En daardoor denken we dat de kou een agressieve element is van de natuur, die we vooral buiten moeten houden. Terwijl de kou absoluut ons grootste orgaan in ons, dat is onze vel, dat is onze huid. Mm-hmm. Die kent miljoenen elektroreceptoren, miljoenen thermoreceptoren en die verbinden zich met de bloedsomloop. Dat toch 100.000 kilometer is in elke persoon. En die 100.000 kilometer, die hebben allemaal kleine spiertjes, primitieve kleine spiertjes, haar, fijn en zo. Nou ja, wel miljoenen. En omdat we altijd bedekt zijn met kleding, wordt dat nooit gestimuleerd. Dus die spiertjes waar we het juist over hadden, we trainen, we doen opdrukken enzovoorts. Maar we stellen ons niet bloot aan koude met onze huid, ons grootste orgaan, in verbinding met die miljoenen kleine spiertjes. Die ervoor zorgen dat die bloedsomloop veel beter door dat lichaam heen gaat, waardoor het hart veel minder hoeft te pompen. Ja. Dat betekent veel minder stress voor het hart. En als het hart sneller gaat pompen dan het eigenlijk zou moeten, dan veroorzaak je niet alleen stress, maar ook stresshormoon. Mm. En die stresshormoon die is dan op constante basis aanwezig. Dat heet cortisol. Ja. En dat oxideert. Dat is oxidatieve stress. Is dat negatieve stress, foute stress. Maar dat weten we niet. Omdat we altijd bedekt zijn, is die huid nooit gestimuleerd. Maar op het moment en die spiertjes dus niet. En dan word je zwakker. Maar op het moment dat jij dat water wilde inlopen, was dat al een tijd dat jij gemakkelijk in een korte broek in de winter liep? Of was jij ook nog iemand die zichzelf altijd bedekte met mutsen, handschoenen en jassen? Of? Vrijwel wel. Ja. Ik deed wel allerlei yoga-oefeningen, wat toen ook al heel vreemd was. Ja. Die man is schrijf, moet je kijken hoe die staat. en nou zie je iedereen zo staan. Iedereen die het niet doet, die wordt voor gek verklaard. Ja. Zo gaat die paradigma's, die denkbeelden, dat volgt gewoon de mode enzovoort. Hoe dan ook, ik was daar heel weinig mee bezig met die kou.
Maar die ingeving, dat was gewoon subliem. Als je een gevoel krijgt van dit is het. Je denkt daar niet over na, maar dit is mooi. Kan je dat vergelijken met, want het lijkt bijna alsof je dat water inloopt en power. Je voelt ineens van, hey, ik heb hier iets gevonden en je staat in contact met power. Met van alles en nog wat. Is dat, is dat misschien bijna te vergelijken met iemand die drugs neemt en daarmee in een soort high terechtkomt? En beter. Natural high. Beter, omdat je hier voelt dat je macht hebt over een agressieve kracht. Ja, die ijskoud water is een agressieve kracht. Ja. Als jij niet klaar bent, dan is het chockerend. Iedereen kent de shock, de koude shock. Je gaat in één keer in die koude douche in de winter, buiten. Ga je een koude douche in? Nou, dat is een koude shock. Want dat is ook logisch. Want die thermoreceptoren en die elektroreceptoren, die zijn verbonden met elkaar. Die geven gewoon in één keer die klap van die kracht door. Maar jij bent niet klaar van binnenuit. En daardoor krijg je die shock, dat die doorgaat. Ben je wel getraind door koude douches te nemen, dan krijg je direct een tegenkracht van buiten en dan neutraliseert zich dat. Dat is de aanpassing, adaptatie. Ja, je merkt het ook al met de koude douches. De eerste keer dat je dat doet, 15 seconden is lang. En ik sta er inmiddels, ik poets mijn tanden onder de koude douche. Ah. Ik sta er met gemak 3,5 minuut onder. Dus je traint jezelf daar ook vrij snel. En dat is onze prehistorische natuurlijke conditie van het vasculaire systeem. Het cardiovasculaire systeem. Dat is waardoor de hartslag 20 tot 30 slagen per minuut, 24 uur per dag, omlaag gaat. Nou, betekent dat stress verleden tijd is. Mm-hmm. En je vasculaire systeem, die wordt zo goed, dat hier al die spiertjes zijn geoptimaliseerd. Die brengen dat bloed overal naar alle cellen in het. Krijg je meer energie. Ja. Nou, zo, je krijgt dus meer energie en veel minder stress. En killer number one in the world, is in de westerse wereld, is nog altijd cardiovasculaire gerelateerde ziektes. Maar toen jij hier net mee begon, jij bent op een gegeven moment aan het water ingegaan en jij hebt gevoeld van hier kun je iets mee, dit heeft allerlei voordelen. Toen werd er in het begin vooral door de buitenwereld nog heel erg gezegd, ja, je bent een uniek persoon. Dat kan jij toevallig, je hebt geluk, maar niet iedereen is in staat om deze kou te weerstaan. Jij bent gaan aantonen dat iedereen dit kan. Ja, precies. Toen ik in het Radboud Ziekenhuis Universiteit liet zien dat ik een bacterie geïnjecteerd kon krijgen die hetzelfde veroorzaakt als een virus zoals nu met die COVID. Die COVID-19, die coronavirus, die veroorzaken. De schadelijke factoren daarvan zijn inflammatie, ontstekingen. Ja. En die kunnen wij normaal gesproken op een bewuste manier, middels onze wil, kunnen we die niet naar beneden brengen. Nou, ik liet heel duidelijk zien op dat moment met die bacteriën, E. coli-bacterie, dat maakt je gewoon zwaar ziek. En dat hadden ze al beproefd met duizenden mensen. En dan kom ik en dan laat ik zien dat ik helemaal geen last daarvan heb. Dat ik het omlaag breng, dat ik geen ziektesymptomen laat zien zoals koorts, ongecontroleerd rillen, hoofdpijnen, spierpijnen, rugpijnen die je daardoor krijgt door een E. coli. En dat duurt 3 tot 6 uur. Dat is een gecontroleerd experiment. Ja. En daar heb ik voor het eerst laten zien in de wetenschap, zodanig omlaag te brengen die ontstekingswaarde, datgene wat je ziek maakt, dat hadden ze nog nooit gezien. En toen zeiden ze inderdaad, ja, maar jij bent een exceptie, jij bent een uitzondering die de regel bevestigt. En ik zei, zo zit de wereld niet in elkaar, mensen. Doktoren, professoren, geef mij een groep mensen. Ja. Dan zal ik binnen hoeveel dagen heb je nodig? Een jaar, anderhalf jaar? Willen ze in de buurt komen van jouw resultaten? Ik zeg, zoveel handen heb ik, zoveel dagen. Het werden er 4. Ja. En in die vier dagen bracht ik die mensen uiteindelijk ook naar die injectie, waarin 16.134 mensen daar eerder ziek van waren geworden, behalve ik. En toen plotseling 12 mensen die ik dus getraind had die 4 dagen, allemaal niet ziek. En dat waren 12 compleet verschillende mensen uit allerlei hoeken. Helemaal geen ervaring in kou, geen ademhaling, geen dit, geen dat. Dat betekent dus dat eigenlijk iedereen dit kan aanleren in een hele korte tijd.
We hebben nu een gratis app zelfs. Mm-hmm. We hebben een gratis app en die zetten we elke maand zetten we die aan het doorontwikkelen. En die kost niks. Hij is gratis. Ja. En heeft met gezondheid te maken, gebaseerd op wetenschap. En daarin zal je zien dat het immuunsysteem volgens moeder natuur, ons medegegeven, absoluut in staat is middels onze wil geactiveerd te worden. En een virus, dan wel bacterie, dan wel depressie, die ook door inflammatie wordt veroorzaakt, omlaag te brengen. Ja mensen, dit is het. Jouw gemoed, jouw geluk, jouw gezondheid, het immuunsysteem, het gemoed, het hormonale systeem en de celprocessen voor energie aanmaak. Dan kan je allemaal zelf, heb je dat in de hand. Zo ben je geboren, maar niet geschoold. En daarom doen we deze podcast. Absoluut. Om dat zo naar buiten te brengen. Jongens, we hebben nieuws. Geluk, kracht en gezondheid, die zijn voor jou. Ja, ik ben in het begin van de coronacrisis ben ik me hier gaan verdiepen. Omdat ik had nogal wat vragen. En ik vond eigenlijk dat de media in het begin en eigenlijk heel veel partijen zich vooral storten op angst. Terwijl ik dacht van laten we nou eens kijken hoe kunnen we het immuunsysteem verbeteren. Ik vind eigenlijk dat dat soort van basiskennis moet zijn voor iedereen in de wereld. En toen ben ik die onderzoeken gaan lezen wat je hebt gedaan in het Radboud Instituut heet het. Ja, ja, Radboud Ziekenhuis, ja. De universiteit. En dat vond ik zo interessant. En ik zie om me heen ook in mijn eigen omgeving dat stress is een factor waar mensen bijna niet meer aan ontkomen in deze maatschappij. En daarom is het heel belangrijk om dit soort verhalen te vertellen. En mensen te laten inzien dat ze met zichzelf aan de slag kunnen. Om dat stresshormoon zo veel mogelijk te killen. En een goed en gezond immuunsysteem te creëren. Zo is het. En niet anders. Wij hebben dat heel duidelijk laten zien. Dat het hormonaal is. Ja, over stresshormoon gesproken. Stresshormoon hebben ze in het bloed bekeken. Mensen die deze technieken deden, die gingen ze het bloed afnemen. En toen zagen ze de adrenaline, epinefrine, adrenaline, hetzelfde, is een ander naampje. Stresshormoon, die zagen ze pieken. In één keer pieken. In één keer zodanig pieken, terwijl die mensen gewoon in een bed lagen. Mm-hmm. Die zagen waar gewoon relaxed, wat ademhalingsoefeningen aan het doen, volgens die techniek. Gingen ze die ademhalingstechniek doen. Bloed werd afgenomen. Werd in een laboratorium bekeken op de hoeveelheid adrenaline. En dat werd later vergeleken. Omdat het het was zoveel. Hadden ze nog nooit gezien eigenlijk. En adrenaline is om je lichaam te resetten. Je piekt door deze technieken zodanig dat de adrenalinepeil hoger is dan iemand die voor het eerst gaat bungeejumpen. Ja, door als je jouw ademhalingsoefeningen doet. Fuck yeah! Ja. Ja, snap je hem? Ja, ja, zeker. Snappen jullie dat ook, luisteraars? Dit is de shit, man. En dit werkt. This is good shit. Ja. En dit verspreidt zich nu all over the world. Omdat het werkt. Omdat het universeel is. Ja, en misschien nog even om een klein stapje terug te doen. Je hebt uitgelegd wat ijswater met je kan doen. Wat de kou met je doet. Daarbij heb je eigenlijk binnen die methode ook inderdaad die ademhalingsoefeningen. Kan je daar eens even op ingaan van wat gebeurt er precies en wat doe je? Wat doe je met je lichaam als je zo ademt? Yes, als je die ademhalingsoefeningen doet, dan ga je dieper. Dan ga je de diepte van je hersenen in. Mm-hmm. Je gaat op een bewuste manier ga je activeren de hersenstam en het zogeheten cannabinoïden systeem dat opiaten en cannabinoïden veroorzaakt. Nou, cannabinoids, Amsterdam, hashish en weed en grass, you all know it. Maar je hebt ook dat is exocannabinoids. Exo's van buitenaf naar binnen brengen. Nou, ik zeg altijd, get high on your own supply. Ja, precies. Maar waar zitten die dingen dan? Die cannabinoïden, die zitten in de diepte van onze hersenen. Het meest primitieve gedeelte van onze hersenen, dat is dus het diepste. Dat heet het periaqueductale grijze massa. Daar zit datgene wat je nodig hebt om pijn omlaag te brengen. En om euforie teweeg te brengen.
Dat zijn de opiaten en de cannabinoïden. Nou, door die ademhalingsoefeningen te doen, breng je in het lichaam op een gegeven moment met zo'n hoge zuurstofgehalte door de koolstofdioxide af te blazen, de CO2. Op een rustige manier, gedegen, na 30, 40 keer. Dat je dan één diepe inhaal pakt en dan laat gaan. Dus dan heb je maar een heel klein beetje zuurstof nog maar in je longen. Eigenlijk geen, er is geen lucht meer, want je blaast uit. En dan houd je de adem vast. Ja. He? Dan houd je die toestand vast. Dat heet retentie. Mm-hmm. En die retentie die kan makkelijk oplopen naar 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 3,5 minuut, 4 minuten. Terwijl je geen lucht in je longen hebt. Ja. Dat betekent voor je primitieve bewustzijn, je primitieve hersenen, de man gaat dood. Er is geen zuurstof meer. Hij ademt niet meer. En er is geen lucht in de longen. Het zijn allemaal signalen. Maar jij voelt je high. Omdat jij gecontroleerd dit doet. Je hebt de chemie in het lichaam veranderd. En er is niets aan de hand met de biochemie in het lichaam. Is juist excellent. Is helemaal schoongemaakt. Tot in het lymfatisch systeem toe. Dat is ook zoiets van dat kon niet in de wetenschap. Hebben we ook weer laten zien dat het wel gaat. En dat iedereen dat kan. En op dat moment, in die hersenstam, daar zit de regulatie voor adrenaline. Ja. Survival. Nou, omdat in die hersenstam, daar wordt niet nagedacht, wordt alleen maar gereageerd op de signalen die jij in de gang hebt gebracht. Door die retentie zo lang vol te houden, is waardoor de normale zuurstofparameters, ja, die doet het niet meer, maar dat is gevaarlijk, hij gaat dood. Maar er wordt niet nagedacht, er wordt alleen maar gereageerd via stofjes daar in die hersenstam. En dan wordt er toch een zooi adrenaline losgelaten in dat lichaam om maar te overleven. En die reset het lichaam. Ja. Dat is wat deze ademhalingsoefeningen doen. En dat kan je liggen doen op een sofa. Je kan het in bed doen. En ze werken gewoon super. Ja. Als je dit 20 minuten doet, ontgiftig je jezelf ook nog eens. Dus als je een keer te veel gedronken hebt en je hebt een kater en je wilt liever een pussy, nou, dan moet je dit gaan doen. Dit mag ik natuurlijk niet zeggen, omdat ik een oudere, wijze man ben. Alsof je als je oud bent niet meer aan pussies denkt. Fuck you, man! I'm alive! Je hebt groot gelijk. Pussies gaan nooit vervelen. Hey, ik heb dus een soort routine. Ja, maar dat hadden ze wel begrepen. Hè? Ik bedoel, als je een hangover... ik zeg in het Engels altijd... Give the hangover a hangover. Ja. Dat hij geen zin meer heeft in jou te zitten. En hij zegt, ik ga weg hier. Ik vind het niet meer leuk bij jou. Nee, ik kan het bevestigen. Ik heb nog wel eens een hangover. En ik doe 's ochtends, dan begin ik met deze ademhalingsoefeningen. Liggend op bed. Ik voelde na een bepaalde soort tinteling in mijn hoofd. Alsof je schedel een ui is en het velletje gaat eraf. Ineens is het happa. Yes. En daarna pak ik die koude douche. En echt mensen, als je last hebt van katers, geloof me, je staat fris op. Dus ik kan het bevestigen. Alleen daarvoor is deze podcast gewoon verdomme meer dan praktisch. Dit is subliem. Ja. Ontgiftigen. En het Radboud zeiden ze dat ook. Ze willen onderzoek doen over vergiftiging. Je hebt mensen die vergiftigd zijn. Die komen het ziekenhuis en kunnen ze niet direct zo behandelen. Maar door die ademhalingsoefeningen te doen, kan je die sepsis, de vergiftiging, intoxicatie, gewoon direct heel snel omlaag brengen. Ja. Dat is toch helemaal te gek? En Wim, hoe kan het dat zoiets belangrijks voor ieder mens, zeker in een periode waarin er veel stress is nu... Ja, jij bent ermee bezig. En als je heel veel onderzoek ernaar doet, dan kom je er waarschijnlijk achter dat... Er gaat een telefoon, maar maakt niet uit. Ja, ja. Ping, ping, ping. Ik ga even... Ping, 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 ping. Ja, go ahead. Ja, dat als je er veel onderzoek naar doet, kun je er wat over vinden. Maar eigenlijk zijn dit toch dingen die misschien op de basisschool al aan kinderen moet leren. Ademhalingsoefeningen en bezig zijn met je immuunsysteem. Hoe kan het dat we eigenlijk toch zo weinig kennis
hebben hierover? Of dat zo weinig mensen hiermee bezig zijn? Dat de wereld nu een rep en roer is vanwege de machtsverschuivingen. Dat komt door het geld natuurlijk. Mm-hmm. Niet alleen corona. 2 jaar geleden waren er meer doden dan nu. Ik heb er helemaal niks van gehoord. Corona is gewoon een manier van kijken wat we kunnen met onze bevolking. Via de regeringen macht uitspelen. Ja. Rare regeltjes toepassen die helemaal niet feitelijk zijn. Wat niet vind je van een mondkapje bijvoorbeeld? Een mondkapje? Nou zeg, laat die ministers maar lopen met die gekke dingen. Maar dat is niet de manier waardoor je een virus kan stoppen. Nee. Want de virus zit in subtiele fijnheid. En die zit in waar geen ventilatie is. Ja. En wij zijn mensen. En mensen die wonen binnen... er is geen wind. Er is geen ventilatie. Mm-hmm. En daar heerst het. Ja. Niet daarbuiten. Wij zijn gewoon dat onnatuurlijke gedrag dat hoort. In de fijnheid. Niet in die druppeltjes. Maar in de aerosols. En die werken eigenlijk 8 meter lang. Mm-hmm. Dus die 1,5 meter en die mondkapjes, daar word je alleen maar ziek van. Ja. Dat is niet de oplossing. De oplossing is ventilatie. En dat is een beetje het verhaal wat Maurice de Hond ook vertelt. Heb je dat toevallig? Die ook. En ik volg natuurlijk de publieke opinie. Ik heb contact met professoren, immunologen. Mm-hmm. En die vertellen allemaal een ander verhaal dan het RVMI, weet ik wat. RIVM? Hoe ze allemaal heten. Ik ben bezig met de Amerikanen, met de Chinezen, met de Italianen, met de Spanjaarden. Allemaal hebben ze een andere approach. Maar uiteindelijk is het zou 1 approach moeten zijn. Precies. Gebaseerd op wetenschap. En dat was al bekend in de jaren 30. Mm-hmm. Hoe aerosols en druppels werken. In de druppels zitten die bacteriën en virussen. Daar zitten ze niet. Die zitten in die subtiele. Dat is fijner. Dat gaat de lucht in. En waar het dan niet geventileerd wordt, ja, daar blijft het hangen. Die klampen zich vast in de longen. En dan krijg je, en dan moet je ook nog onderliggende condities hebben. 70 jaar en ouder. Obesitas, suikerziekte. Ja, dergelijke. Ja. Wij leven in ongezonde condities. Ja. Namelijk, we hadden het in het begin over de bloedsomloop. Mm-hmm. We hebben ons altijd kleren aan. Dat is het bedekken van ons grootste orgaan. Die door interactie en activatie van kou, warmte, druk, stress geactiveerd wordt. Dat doen we niet meer aan. Nou, dat is net een spier die je niet gebruikt. Nou, je weet wat er gebeurt. Die is er nog wel, maar vraag niet hoe. En zo is dat ook met leven in huizen waar geen ventilatie is. Nou ja, daar is ook geen leven. Daar gaat het niet weg. Het kan niet weg. Die subtiele aerosols, die blijven daar hangen. Nou, dat is prima. Dan heb ik nog een oplossing. Want in 2014 hebben wij laten zien als eerste in de wereld, in de medische wetenschap, het autonome zenuwstelsel in verbinding met het immuunsysteem zodanig diep te beïnvloeden dat een bacterie die normaal ziekte veroorzaakt, zware ziekte, hoofdpijnen, koortsen, ongecontroleerd rillen, weet ik wat dan, E. coli, kijk maar na jongens. Wij lieten voor het eerst zien dat we dieper konden dan ooit tevoren was aangetoond in de wetenschap om het immuunsysteem aan te wakkeren volgens je eigen bewuste wil. Ja. Dus wat ze allemaal doen met die mondkapjes. Wat ze allemaal doen met de 1,5 meter. Jongen, het klopt niet. Nee. Het heeft te maken met de economische machtsverhoudingen. En die grote bedrijven die worden groter dan landen. En daardoor krijg je dat iedereen bang wordt en rep en roer. Dat is de economische markt. De economische balans die de macht volgt. En die zijn niet feitelijk. Die gaan wel feitelijk om met de nummers van Wall Street. En de beurs enzovoorts. Daar kijken ze naar. Ja. En niet naar onze gezondheid. Echt niet. Maar laat ons vertellen, Kai,
Wij met z'n twee, Kai en Wim, hier in via deze podcast. Jongens, je hebt een mogelijkheid om nu, in deze tijden van verwarring, niet de macht te zien overheveld worden naar grote companies en dit en dat. Scheid eens een keer mee uit. Ik heb macht over mezelf. Ja, precies. Daar ben en ik die macht is je eigen geluk. Dat is het hormoonsysteem. Ja. Je eigen gezondheid is je immuunsysteem. En je eigen kracht, dat is energie. Dat zijn metabole waarden in de cel. Kan je allemaal zelf diepgaand meer beïnvloeden dan ooit gedacht was dat mogelijk zou kunnen zijn. Ja. In de wetenschappen. En wij hebben dat al laten zien. Dat niet wordt aangetoond. En daarvoor zitten we hier zo bij elkaar. Jongens, het is er wel. Is omdat geld alles uitmaakt. Zelfs onze gezondheid. They don't care about us. We care about you. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Want er zijn heel veel discussies gaande over COVID-19. En moeten we er nou heel bang voor zijn? Of moeten we er nou helemaal niet bang voor zijn? Ik vind inderdaad dat iedereen, los van alle discussies die je misschien hebt met vrienden en familie, kijk naar jezelf, naar je eigen geluk, naar je gezondheid. En kijk wat voor jou werkt. En ga daar eens al je tijd en energie in steken. Want dan kom je bij jezelf uit. En dan hoef je niet te laten informeren door die of die of die of die. Zoek dingen uit. Kijk wat bij je past. Kijk waar je je fijn mee voelt. En dat is waar je op moet focussen, denk ik. Ja, de geschiedenis heeft het aangetoond. Die systemen waar wij zo heilig in geloven en laten gaan. Regeringen die met de machten omgaan. Nou, wat hebben ze voor elkaar gekregen? Dat we een vervuilde zee krijgen. Dat de vissen plastic gaan eten. En dat we dat in ons zenuwstelsel krijgen. Waardoor we zenuwziektes gaan krijgen. En het blijft maar gewoon doorgaan. Het is een gebied groter dan Frankrijk in de oceaan. Vol met plastic blubber. Ja, schrikkelijk. Ja, het blijft maar doorgaan. En al die branden overal. Het blijft maar doorgaan. Ze moeten het leger daarvoor inzetten. Mm. Want de oorlog zit in die landen die in de fik staan. Laatste Australië. Biljoenen dieren zijn daar. Ja, echt verschrikkelijk. Gewoon verbrand. Levend verbrand. En ze gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Wij zitten het klimaat via onze systemen. Onze industrialisatie. Waar wij al onze economische macht naartoe sturen. Al onze energie, met andere woorden. Die is de aarde aan het vervuilen, exploiteren. Die doesn't give a shit about the world and its inhabitants. Mm-hmm. En kleine kinderen in de andere kant van de wereld. Nog hier, nog daar. We scholen, we zijn verkeerd geschoold. Het is afgelopen met die industrialisatie. Het is tijd dat we bewust worden wat goed is voor de mens zelf. Zeker. En zelf heb je de regie in handen. Pak hem dan ook. Ja. Word gelukkig, krachtig en gezond. En de rest is bullshit. Gooi het eruit. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik ben me daar de laatste tijd ook steeds meer in aan het verdiepen. En je gaat gewoon steeds meer terug naar een soort van basisbegrippen. En een soort van oerkracht in jezelf. En je gaat ook andere dingen belangrijk vinden. Ik heb het idee dat als ik om me heen kijk. En ik zie wat er online ook aan podcast verschijnen waarin mensen het over deze onderwerpen hebben. Wel het idee dat er een soort van bewustwording begint te ontstaan over al deze onderwerpen. Hoe zie jij de toekomst voor je? Ben je positief gestemd? Oh, absoluut. Absoluut. Ja. Ik ben blij met de verandering. Ja. Jack Dorsey, dat is die baas, die de originator van Twitter, okay. Bijvoorbeeld. Ja. Die doet dit ook. En Zuckerberg, die kent dit ook. Mm-hmm. De hele Silicon Valley, die doet wat ik hun geleerd heb daar. Ja. Die zitten allemaal in ijsbaden tegenwoordig. Want ze weten wel wat goed is. Mm-hmm. Ze weten wat datgene is wat echte performance veroorzaakt. Maar uiteindelijk moet het leiden naar zelfbewust, naar een bewustwording waarin je unconditional love, onvoorwaardelijke liefde in jezelf kan beleven. Dat is toch wat je wilt voor je kinderen? Mm-hmm. Dat is wat je wilt voor de natuur. Dat is voor wat je wilt voor elk moment dat je er bent. Op deze planeet. De mooiste plek op deze wereld. In plaats van vervuilen. In totale harmonie. Daar gaan we naartoe. Maar het is een geboorte. Een ontwaken. En elke geboorte kan wel een beetje compliceren. Ik zeg gewoon. Adem gewoon. Breathe, motherfuckers. Ja. That's what I say. Kijk, wat jij zegt. Als ik naar jou kijk. Dan zie ik een man die
dicht bij de natuur staat, bij de oerman eigenlijk nog. En we zijn daar verder vanaf gestompt. En wat je ook al merkt als je bijvoorbeeld iemand uit Australië tegenkomt. Ik was op Bali en het lijkt alsof die mensen die uit Australië komen al veel dichter bij de natuur staan. Omdat ze daarmee omringd zijn en veel meer natuur zien. En wij hier opgroeiend in steden zijn eigenlijk volledig afgestompt. En die connectie die we hebben met de aarde en dat alles één is, dat weten wij niet. Dat ervaren we ook bijna niet meer. En ik vind dat iets waar ik, als ik persoonlijk naar mezelf kijk, iets waar ik veel meer bewust van wil zijn. Ik heb de laatste tijd een enorme drang om de natuur in te gaan. Wow. Strandwandelingen vond ik vroeger suf, weet je wel. Ik ga eigenlijk lekker Netflixen. Nu, hè, elke woensdagavond ga ik met mijn broer en mijn beste vriend ga ik een strandwandeling. Ja, ga naar de bossen toe. En ik, wat jij had met het ijswater, het is waanzinnig. Yeah. En we zitten echt zo. We praten dan met elkaar, dan kijken we om ons heen en dan zien we die meeuwen en we zien de duinen. En dan zitten we van, dit is het leven. Hoezo maken we het zo moeilijk? Dit is er gewoon. Aarde heeft ons dit geschonken. En we lopen eraan voorbij en we zitten alleen maar op die schermen te kijken. En ik merk gewoon dat ik steeds meer een beetje afkeer krijg tegen alles wat ons is opgedragen. Ook de technologie en waar we allemaal als een soort zombies in verzopen zijn. En ik word er blij van ook, want ik krijg het gevoel dat we wat meer bewust worden dat we één zijn met de aarde. Hey, je wordt echt geen superman of supervrouw door het afslachten van mensen via een controlestuk. Echt, hè? Echt niet. Je bent al super. Maar beleef dat dan ook en wees daarmee in tune. Mm-hmm. Dave Asprey, die guy from Bulletproof Coffee, die vroeg me in zijn podcast, hey Wim, I never asked this, but what is enlightenment? Wat is verlichting? Mm-hmm. En kan je dat in één zin zeggen? En ik zeg, oh ja, nou ja, allerlei geschriften hebben daarover geschreven, filosofische verhandelingen, theses en antitheses, weet ik wat allemaal. Ik moet dat in één zin zeggen, hier komt ie. Wees gelukkig, krachtig en gezondheid, want de rest is bullshit. En als je die bullshit voelt, dan ga je gewoon ademen. En dan ga je even wakker worden door een koude douche te nemen. Want dan word je weer zoals je eigenlijk geboren bent en zoals moeder natuur dat bedoeld heeft. Een gelukkig, krachtig, gezond iemand, onvoorwaardelijk. En omdat hij dat voelt, heeft hij niks anders nodig. Ja, mooi. En zo zat het, en zo zit het, en zo zal het gaan worden nu. Dat we hebben genoeg gehad van die technologie. Nu willen ze ons via die mediatechnologie ook nog eens gaan beheersen. En miljarden in de coronatijd hebben ze een grotere winst gemaakt dan ever. 282 miljard hebben ze gewoon een winst gemaakt. Een aantal bedrijven, dat zijn geen regeringen. En die blijven maar doorgaan. Maar het gaat om media en technologie. Dat is nog een keer de technologie. Het is bijna het eind van de technologie. Want uiteindelijk kunnen robotten gewoon doen wat wij zouden moeten doen. Precies. Of arbeid. Het enige wat overblijft is om in harmonie te zijn met de natuur. Gelukkig, krachtig en gezond te zijn. Dus die onvoorwaardelijkheid, die bestaat. Dat bewustzijn, daar groeien we naartoe. En laatste studie die ik heb laten zien, om te laten zien wat de kracht van de geest is. De kracht van het geloof in jezelf. Een geloof is neurologische investering. Klopt. Waar doe je dat in? In een televisie of in jezelf? Hè? Ik liet zien, in een brain scan, zo'n hersenscan, liet ik zien, terwijl ze ijskoud water op mijn huid lieten komen, liet ik zien hoe je alleen maar middels een gedachte vasthouden, de huid niet in temperatuur doet dalen. Dat betekent, fysieke stress kan je middels gedachte kan je teniet doen. Dat is de power van je eigen geloof. Dus als ik zeg tegen mensen, wees gelukkig, krachtig en gezond. En de rest is bullshit. Is dat als jij niet voelt dat jij in controle bent van jezelf. Op een onvoorwaardelijke manier. Want zo ben je geboren. En dat geef je je kinderen ook weer door. En je vrienden en je geliefden. Ja, dan als je dat niet hebt, ga dan maar ademen. En ga dan die koude douche in. Om er even wakker te worden naar dat cardiovasculair systeem. En je biochemisch helemaal te reinigen. Dan begrijp je door niet het begrijpen, maar het voelen
Want voelen is begrijpen dat je er bent. Ja. Je bent er. En je bent mooi zoals je bent. Ja. Ja, fantastisch. Nog even aanhaken op wat je zegt over... ik heb het idee dat ik geloof heel erg in... als je iets kan visualiseren en je voelt het vervolgens in je buik... dan is het er al. Dus ik geloof heel erg in die law of attraction. Aantrekkingskracht, energie. Werkt magnetisch. Hoge energie, blij, dankbaarheid. Dat trekt ook een hogere energie aan. En dat is eigenlijk... ik had laatst voor een ander programma wat ik maak... Mind Over Madness... Shanna Proost gesproken. Ja, Mind ook... Over Madness. Ja. Die vind ik wel goed. Ja, dus pas wel bij deze tijd. En die is ook heel erg bezig met visualiseren van een gelukkig leven. En we deden met haar een trucje. Dus je moest gaan staan en dan moest je je rechtervinger vooruit steken. En die moest je dan om je as proberen te draaien. En dan op een gegeven moment blijf je ergens haken, want je kan niet verder. En toen zei ze, oké, onthoud hoe ver je bent gekomen met je vinger. Stop hem daar. Houd het plaatje nog in je hoofd. Vervolgens ogen dicht en visualiseren dat je zonder enige moeite veel verder om je as draaide. Dat je lichaam meewerkte en oh wat fijn en wat voor gevoel wekt dat op. Ogen open, het vervolgens weer doen en ik draaide gewoon denk ik 20, 30 centimeter verder. Ja. Ik ken die vrouw die dat heeft daarmee is begonnen. Daar heb ik mee opgetreden. Is dat ook een beetje wat jij net aangaf? Daar hebben we het over de kracht van placebo. Ja. De placebo is altijd gezien als iets... Ja, waar zit het nou? We weten niet waar het zit. Maar nu zeggen die professoren, omdat ik die brain scans heb laten zien... Wim Hof has found the secret of placebo. Dus de geestelijke kracht bewust gebruiken, die zorgt ervoor dat je medicijnen... Want als je 1% meer dan een placebo-effect weet te laten resulteren, zeg maar, in een onderzoek... dan heb je een medicijn. Dan kan je biljoenen mee verdienen. Maar dat placebo-effect, die geestelijke kracht, die liet maar 1% minder werking zien. Ik zeg, als je bewust op die placebo, op je geestelijke kracht, als je die leert hanteren, ja, dan ben je absoluut bij machten. En dat doen we nu in een DNA-onderzoek. Ja. Ik ben bezig in San Francisco met de toponderzoekers daarmee. Hoe willens en wetens tot in het DNA verandering te kunnen aanbrengen. En zelfs in de levensduur, daar in de vernieuwing van onze genen, in de vernieuwing van de telomeren. Dus de geestelijke kracht, luister iedereen, jouw neurologische investering, oftewel geloof, is een neurologische investering, is elektriciteit die jouw lichaam aanstuurt tot in het DNA. En DNA betekent genexpressie, datgene wat het goede teweeg brengt of het slechte, omdat je er geen controle over hebt. Nu kan jij dat goed laten zijn, komt op een constante basis. Omdat jouw geloof, jouw neurologische investering, een muscle of the mind, die kan je leren hanteren. En dan is het eind zoek, mensen. Dan is the unlimited power of the mind yours. Ja, ik krijg hier zoveel energie van. Ik vind het zo'n leuk onderwerp. En ik voor iedereen die... die denkt, dit is zo ver van mijn bed. Ga het ervaren. Doe wat onderzoek. Probeer te verdiepen in wat je geest allemaal kan. En waar je toe in staat bent. En je zal zien dat je leven leuker wordt. En dat het eigenlijk een soort van... Het wordt allemaal speelser. Je hoeft geen videogame meer te spelen. Want je zit in je eigen videogame. Je kan je eigen realiteit creëren op heel veel vlakken. En, ja, en je kan nog altijd een spelletje spelen. Ja. Maar als het spel van de echte knikkers aan de gang gaat... ben jij klaar? Ja. Is jouw geest klaar? Jouw lichaam is klaar, je immuunsysteem is klaar, alles is klaar. En jij kan het altijd in stelling brengen. Nou, onze boodschap is, jongen, het is een keuze geworden. Ja. Het is een keuze geworden en we hebben de bewijzen, de wetenschappelijke bewijzen, dat die niet direct geïmplementeerd worden in geestelijke gezondheidszorg. Terwijl de professoren na onderzoek met mij en meerdere zeggen, oh, Wim Hof, this is a transformational technique that will change mental healthcare globally. Ja. Dat zeggen psychiaters, professoren in Michigan, Wayne State University, met wie ik dat gedaan heb, gepubliceerd.
gepubliceerd. Natuurlijk, ja, als mensen natuurlijke methodieken kennen om zichzelf te kunnen genezen van depressie, dan wel ziekten, inflammatie kunnen omlaag brengen, de oorzaak en gevolg van ziekte. Ja, dan heeft de hele farmaceutische industrie en ziekenhuizen, die hebben plotseling geen werk meer. Klopt. Sorry jongens, maar dat is de toekomst. Hey, yeah, man. Wim, geloof jij in astrologie? Ja, nee, gewoon de sterren. Ja. Ja, nee, we are all stardust, isn't it? Zo, de sterren die staan op een bepaald moment. Het is een krachtenspel. En daardoor kom je in de wereld. En mijn vrouw die is er sterk mee bezig met de astrologie. Nou, ik vind het allemaal prima. My chart, want ze is Australisch. Ja, ja. My chart, die is die pakt er bijna alle huizen. Het is een hele vreemde toestand, die van mij. Ja. Nou, astrologie. Of ik daarin geloof? Natuurlijk geloof ik erin. Ik geloof erin omdat we hier op... we zijn astronauten op planet Earth. Volgens Wibble Oracles. Ja. En dat geloof ik nog steeds. Ja. En dit is een tussenstation. En ik wil hier op dat tussenstation mijn missie vertolken waarvoor ik geboren ben. En dat begrijpen tot in de diepte. En daarvoor ben ik met alles begonnen. En daarvoor ben ik nu zo ver in de wetenschap dat ik de wetenschap helemaal dazzle. Ik laat ze flabbergast. Ik laat ze dingen zien die medisch gezien waren helemaal niet mogelijk waren in de wetenschap. Dus de fundamenten zijn gewoon rigoureus veranderd. Dat ze er niet aan willen is omdat ze aan met geld bezig zijn. Ze zijn bezig met geld. Ze zijn niet bezig met mensen gelukkig maken, gezond en kracht. Ze zijn bezig met macht. Ja. Daar zit de verwarring enzovoorts. Maar de macht, het wordt tijd dat de mensen de macht bij zichzelf nu gaan pakken. Want de regeringen bakken er helemaal niets van. Ze zijn niet feitelijk waar ze mee omgaan. En je kan maar beter een star zijn. Ja, maar dit is ook gewoon, zoek de macht bij jezelf. Dit is letterlijk wat in mijn optiek een geweldig advies. Want mensen zijn onzeker. Wie moet ik nog geloven? Die zegt dit, die zegt dat. Zoek de macht bij jezelf, inderdaad. Gewoon dan blijf gelukkig, bij jezelf. Krachtig, gezond zijn. Ja. En de rest is bullshit, guys. En als jij gelukkig bent, dan ben je niet aan het malen. Wat is dit nou? Wat is dat nou? Dat is net zoiets van, je bent verliefd. En dan zit je jezelf ook niet af te vragen. Is dat meisje nou wel goed? Is dat, wat is liefde eigenlijk? Moet ik dit nou wel doen? Kan ik dit wel doen? Hoeveel gaat het me kosten? Nee, je wilt zo snel mogelijk naar je object, naar je goal, naar je doel. Dat heet verliefd zijn. Nee. En verliefd zijn is een gevoel. En dat gevoel zit in jou. En dat diepe gevoel, daar hadden we geen connectie mee. Nee. En als je dat gevoel voelt, ben je onvoorwaardelijk hier. Je bent er gewoon. Nee. En dat gevoel, daarin zouden we geschoold moeten zijn. Dat is macht over jezelf. En dan laat je macht varen daarbuiten, omdat je het al hebt. Ja, ja. Ja, en weet je wat het is? Kijk, vandaar ook dat ik vroeg over die astrologie, zeg maar. Heel veel mensen vinden dat te ver van een bedshow. En we zijn zo gewend dat we willen alles maar verklaren. Als het ergens geschreven staat, dan klopt het. En als we het niet kunnen verklaren, dan is het niet. Maar ik zie gisteren of eergisteren zit ik naar buiten kijken en ik zie een bliksemschicht. En dan denk ik, ja, dat verklaren we dan en dat vinden we normaal. Ik zit s'avonds naar de maan te kijken, dat hangt daar maar. Ik zit 's ochtends naar een zon te kijken. Ik zit naar wolken te kijken. Ik zit naar de oneindige lucht te kijken. Hoe kunnen wij dan denken dat we hier alles al snappen op aarde? Nou, er is zoveel meer en het is zo leuk om je daar in te verliezen soms ook wel een beetje. En gewoon te weten van, jongens, we weten eigenlijk niks. We zijn zo nietig en er is zoveel dat we nog niet weten. En stel je ook open voor dingen die je niet op school zijn geleerd. Stel je open voor nieuwe verhalen, nieuwe inzichten en verdiep je en kijk wat bij je past. Ja, man. Ja, ik was bij SpaceX van Elon Musk. Ben je geweest? Ja, ja. Ik moest daar een masterclass geven. Wat te gek. En zit ik daar met die top engineers van de wereld. Ja. Ik zei, ik weet bij God niet hoe ik moet beginnen, want dat weet ik nooit.
Nee. Je weet niet wat het leven is, maar het leeft wel. Ja. En dus ik begin. Ik zeg, ja, een jaartje voor 8 geleden. De SpaceX, de Space en de Final Frontier met Captain Kirk, Star Trek. En daar ga je. En toen kreeg je plotseling een mail van Captain Kirk, van William Shatner. Nee. Ja, man. En ik zat in Finland bezig met een shoot voor Columbia Sportswear. Ja, ja. Hey, hoe dan ook, ik kreeg daar die mail van William Shatner. En zo van, kom je naar mijn programma in Texas? Nee. Nemen we dat op in de Dallas enzovoorts. En ik dacht, wauw, ja. En ik een hele mail geschreven. En uiteindelijk, ik ben een man op de missie. I go where nobody has gone before. Because now it's real. And this is true science. So that's what we do. En toen kreeg je de een of andere kutmail. Oh. Van dat ik niet betaald zou worden. Dit niet, dat en dat. Toen dacht ik, in plaats van William Shatner, is het William Shatner. hey, Captain fucking Kirk. Dat kan me niks schelen. Maar zo begon ik mijn speech bij SpaceX van Elon Musk. Mm. En dan maakt me niet uit wie ik voor me heb. Nee. Jongens, we kunnen naar Mars gaan, maar je kan beter naar Nuts gaan. Dat is lekkerder. Ja. En Milky Way kan je ook nog kopen in de winkel. En Twix. Enzovoort. En even Twixie, jongens. Waar zijn we nou mee bezig? Dat is ook in die reclame. Waar zijn we nou mee bezig? Ik bedoel, je gaat naar de maan, je gaat daar naartoe, Maar gelukkig, krachtig en gezondheid. Op aarde kunnen we niet waarborgen. Nee. Amen. Je hebt nog eerst hier iets te doen. Ja. Voordat je luchtlediger in gaat filosoferen. Of een grote dildo de ruimte in laten vliegen. Om daar maar te laten zien. Hè, Wim? What a big dickheads we all are. Heb je Elon Musk ook ontmoet? Nee, hij was op dat moment daar niet. Oké. Okay. Maar dat maakt niet uit. Ik was bij Joe Rogan. Ik heb ze gezien, of times. En hij was daar ook. Het is allemaal, maakt niet uit wie, wat, waar. Die mensen die, kom ik van, die weten hiervan. Laat me dit zeggen. SpaceX, die had wel het probleem van stress. Mm-hmm. Elke keer als ze een missie doen, dan als je stress hebt, dan heb je stresshormoon. Maar daardoor blijft die ziekte, die wordt onderdrukt. Inflammatie wordt onderdrukt. Maar is wel aanwezig, maar wordt onderdrukt. Je moet presteren. Iedereen kent dat wel, die een eigen bedrijf heeft of zo. Mm. Of die onder de druk staat. Die worden niet ziek. Pas op het moment dat je op vakantie gaat of dat exact. Het klaar is, word je hartstikke ziek. Ja. Nou, en dat hadden die mensen bij SpaceX dus ook. Daarvoor hadden ze mij ingeroepen. Okay. En toen zei ik, kan jij daar wat aan doen? En sinds dat ik daar ben dus geweest, doen ze die ademhalingsoefeningen en die koude douches en ze worden niet meer ziek. Ik vind het krankzinnig om te beseffen dat ik weet nog dat jij in het begin hiermee bezig was. Dan praten we misschien over een jaar of 10 geleden. En dat er toen nog een beetje lacherig over werd gedaan. Hè? Uit sommige hoeken van ja, die Wim, hè, dat is een uniek persoon. En laat die gek daar maar in die ijsbaden zitten. En je hebt nu gewoon zo'n grote groep mensen al bereikt. En je bent in verschillende podcasts aanwezig geweest om dat verhaal te delen. En goed voorbeeld, ik kijk op YouTube dan altijd die ademhalingsvideo van je. En ik scroll daar regelmatig even door de reacties heen. En je hebt inmiddels, zag ik volgens mij de laatste keer dat ik gecheckt heb, 15,1 miljoen weergaven. Dus dat zijn mensen die iedere dag weer opnieuw hiermee beginnen of s'avonds voor het gaan slapen. Dat is leuk. Ik ga het leuk je dadelijk laten zien. Leuke cijfertjes. Dat is de complete bevolking van Nederland. Mijn cijfers op de lagere school, die waren niet zo goed hoor. Nee, ik was maar minder dan een middelmatige leerling. Nou ja, goed, dat heb je bent je eigen pad gaan volgen. Zo is dat. En je bent op je instinct. En het beste van mezelf geworden. Ja. En daar staan dus heel veel reacties onder, Wim. Van mensen die zeggen van, joh, Wim, je hebt mijn leven veranderd met deze oefeningen. Ik was verslaafd. En iedere keer als het opkomt, fuck dan, man, that's real. Ja, en dat is gaaf dat om is te zien. Dat is mooi. En ook dus dat is de ziel. Ja. Daar ga ik voor. Ja. En daar ga jij ook voor. En daarom zitten we hier. We praten eigenlijk over de ziel. Ja. De zielsbeleving. Waarom ben je hier? Fuck man, I got a soul. And I want to live it. Elke dag dat we er zijn, wil ik leven volgens de ziel. Dat is onverveerd, geen angst. Nee. Gewoon volledig gaan. Ja. En wat? Maakt niet uit.
Misschien wil je een stoel maken, misschien wil je een reis maken. Misschien wil je een prachtig schilderij maken. Misschien wil je alleen maar van je kinderen ontzettend houden. En dat is niet alleen maar, dat is het beste. En liefde. Ja. Liefde en de ziel, dat is alles. Hey, en Wim, ik heb het gevoel dat alles op aarde energie is. En ik snap ook wel waarom jij zo'n grote doelgroep aanspreekt inmiddels. En dat veel mensen in contact met je willen komen. Omdat je een bepaalde levensenergie uitstraalt. En die energie straal je af op anderen. En dat neem je bijna een soort van over. En tegenwoordig zie je, ook als je kijkt in de stad. Als je mensen ziet lopen. Gebogen schouders. Nek helemaal naar voren. Alleen nog maar naar een telefoon. De levenslust. De levenskracht. De energie is eruit. Bij een groot gedeelte van de bevolking. En hoe krijgen we die terug? Ik heb daar een zin voor. Ook een t-shirt gemaakt. Dus het zegt, en aan de ene kant staat freeze. En aan de andere kant staat breathe, motherfucker. je moet gewoon ademen, jongens. Als je te veel in je mind zit, dan word je op een gegeven moment gebogen. Want dan blijf je maar rondjes draaien. Dan ben je niet in contact met de buitenwereld. Met de ether. Ja. Met de golven daarbuiten. Met de energie daarbuiten. Met de lucht daarbuiten. En met alles wat er is. Dan word je vanzelf wel gedrongen en vernauwd in je bewustzijn. Je perceptie gaat omlaag. Ja. Dat is logisch. Als je altijd dezelfde paadjes blijft bewandelen, dan wordt het. Dat is vervelend. Dat heb je al gezien. Heb je geen neurologische groei? Iemand die neurologische groei heeft, dat is wanneer je in liefde bent. Dan straal je. Nou, en dat kan je ook gewoon onvoorwaardelijk hebben. Elke dag dat je er bent. En dat is de oorzaak van onze geluk, kracht en gezondheid. En dan, liefde. Mm-hmm. Het is liefde. Om dat nou verder via mijn mind uit te gaan leggen. Gewoon hou van het leven. Ja. Hou van jezelf. Dankbaar. En als je dat niet voelt, zorg het dan dat je gaat ademen. Neem die koude douche. En wees ervan overtuigd dat jouw neurologische investering, jouw geloof, absoluut leidt tot liefde naar jezelf. Onvoorwaardelijk. Voor beide woorden. Is meditatie nog een goede tool om mensen mee te geven? Ze hebben dit vergeleken met meditatie in brain scans, hè, die ademhalingsoefeningen. Ja. Hebben ze mensen die 4 uur per dag mindfulness doen, jarenlang. Dus heel sterk practitioners zijn van na jaren hebben ze gekeken in de brain scans. En mensen die deze ademhalingsoefeningen doen, die brain scans hebben ze vergeleken met elkaar. Mensen die deze ademhalingsoefeningen doen, die komen dieper in de hersenen. Dus dan mensen die 4 uur per dag mindfulness voor jaren achter elkaar doen. Ja. Dat is even een vergelijkend ware onderzoek over de psyche. Deze ademhalingsoefeningen, mensen, laat ze niet ondergewaardeerd zijn. Denk niet dat we hier alleen maar even iets leuks aan het brengen zijn, een beetje praten en leuk. Nee, dit zijn technieken die werken voorbij de woorden. Dit zijn technieken die ervoor zorgen dat jij aangeboren krachten tevoorschijn kunnen komen in de juiste biochemie, in het juiste het autonome zenuwstelsel zelfs, zo diep. Dit was geacht in wetenschap, dat kan niet. En het is nu allemaal gewoon aangetoond. En wij geven die techniek, we hebben alles zo simpel mogelijk gemaakt en zo effectief mogelijk. En weet je, het werkt elke keer. Ja. Doe het gewoon. Dit is uit liefde gegeven, uit onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. En dat zijn we, omdat we van het leven houden. Sorry, maar ik hou gewoon van het leven. En daarvoor ben ik hier, daarvoor praat ik zo, daarvoor doe ik zo. En daarvoor blijf ik hier hartstikke mee doorgaan. Tot al die klote verwarring en die machtshebbers en die teringlijst de wereld uitgeholpen zijn. Ja. Ja? Ja, help me de wereld te helpen. Ja. Help me liefde te brengen en in harmonie met de natuur te zijn. Hey man, that's a great mission. Het is een boodschap die waar iedereen je bij zou moeten helpen, denk ik. En ik doe het graag. Ik vind het super inspirerend. En je hebt het er eigenlijk over dat
Dat je eigenlijk, voordat je naar Mars moet willen, wordt eerst eens gelukkig op aarde. Dat zou een missie aan zich moeten zijn. Hoe denk jij over de dood en hetgeen wat erna komt? Nou, de dood. Matter, antimatter. Er is nu metafysica, metadynamiek. Matter dynamics. Ik praat meer Engels dan daarvoor ben ik dus af en toe een beetje... Maakt niet uit, maakt niet uit. Slip of the tongue, guys. Meta... matter dynamics en metaphysics. Nou, datgene wat niet in matter, wat is dat, stof, tevoorschijn komt, maar toch wel degelijk bestaat. Wat ongezien is, maar wat degelijk voelbaar is. Wij zijn er omdat we een ziel zijn. En die ziel die componeert alle cellen bij elkaar en dan krijg je een mens. Zo is dat begonnen 4 biljoen jaar geleden. En nu is de mens daar zo geëvolueerd. Het is een instrument waarin bewustzijn tevoorschijn is gekomen. En zodra het bewustzijn helemaal komt waar het eigenlijk voor is, namelijk tot volledige realisatie van dat wat toen 4 biljoen jaren geleden in die cel terechtkwam. Een cel componeerde met allemaal mitochondriën, organellen. Met binnen- en extra intracellulaire aanwezigheid. Proteïnes, aminozuren, weet ik wat allemaal. Dat werd één geheel, één cel. Wij zijn triljoenen cellen bij elkaar. En dan werkt een klein gedeelte van de cel zo en zo. En dan krijg je een lever en dan krijg je een hart en dan krijg je dit. Dat is meer dan een wonder. Dat is meer dan wij kunnen vatten. Maar dat is wat we zijn. En dat kunnen we realiseren. Die mystieke kracht die kunnen we realiseren. Hier op aarde, nu en hier. In plaats van een systeem te onderhouden en daarvoor ons weer te laten klaarstomen. En daarmee de nieuwe generaties om deze wereld gewoon kapot te maken. Laten we eens in harmonie met de mooiste plek van het hele universum. Laten we daar gebruik maken van ons leven om uiteindelijk naar een volgende stage in te kunnen gaan. Want doodgaan, dat heb ik al. Ik ben al 10 keer dood geweest. Ik ben al 10 keer zo ver geweest dat voorbij het fysieke. En ik zag, hey, het is mijn tijd nog niet, want ik moet nog een aantal dingen doen. Maar als hij komt. Hey, welkom. Ja. Welkom. En heel graag, want ik wil niet nog een keertje blijven zitten. En laat zich dat dan best beschrijven als je stapt uit je fysieke lichaam en je ziel gaat door. Hoe zie jij dat? Ja, nee, absoluut. Ziel, die is hierin gekomen. Die heeft een aantal zaken kunnen doen. Die is tot bewustzijnsverruiming. Dat is een neurologie. Dat is een natuurlijke gang van zaken. Dus de logische natuurlijke gang van zaken is bewustzijnsverruiming. Dat is net als een boom die elke lente weer groter is geworden. En meerdere bladen. En verder naar de hemel reikt. En groter wordt en sterker wordt. Zo is onze geest ook. Onze hersenen. De neurale activiteit. Maar dan vanuit het bewustzijn. Niet zomaar, maar vanuit ons bewustzijn. Nou, dat bewustzijn heeft 10 natuurlijke tendensen. En op een gegeven moment wordt die één met de alomtegenwoordigheid, met alles. En dat ervaar je gewoon door te zijn. Just be happy, strong and healthy. Ja. En begrijp dat wij niet het lichaam zijn, maar dat we het lichaam in zijn gekomen. En ook weer uitgaan, maar dan verrijkt. Denk je dat je voordat je geboren wordt, dat je een... Er zijn ook wat verschillende filosofieën over en het is moeilijk om daar een van te kiezen, omdat je het gewoon eigenlijk niet weet. Maar hoe mensen zeggen wel eens, je kiest voor het lichaam waar je instapt of je kiest voor het leven dat je gaat leiden voordat je op aarde komt. Denk je dat we hiervoor bijvoorbeeld al verschillende levens hebben geleid? Ja, genetisch gezien zitten wij in elkaar met de last en de tekortkomingen, en dit zijn genetische encryptische codes. Die zitten in onze genen, in het DNA. Die hebben we meegekregen, ja. Dat zijn onze voorouders. Trauma's. Trauma's, ja. Alles. En daardoor gaan genen aanstaan, uitstaan. En daardoor kan je eraan werken op dit moment. Mensen die in leven zijn nu, die kunnen ervoor zorgen dat de oude genetische blokkades opgelost kunnen worden. Dat heet verlichting.
ja. brengen. Nou, die verlichting brengen, dat is niet langer alleen maar yoga of mystieke christelijke tradities. Of de verlichting, de moksha, de satori, de samadhi, zo weet ik wat, zoals ze het allemaal noemen in geschriften. Dat is, zit in het DNA. En die DNA, daar doen we nu onderzoek naar. Dus wat ik zit te zeggen, dat komt vanuit een natuurlijke visie. Want de boeken, ja, ik heb ze niet gelezen, jongens. En ik ben een drop-out van. Ik ben uit school voortijdig afgehaakt. Ja. En ik ben gewoon het leven gegaan. Maar nu zit ik wel professoren en doktoren te onderwijzen. Ja, waanzinnig. Van iets wat uit de natuur is gekomen en dat een toegang geeft tot intuïtie en tot diepe instincten die kunnen op bewust kunnen activeren diepe gelegen gedeeltes van de hersenen, dieper dan ooit tevoren, kunnen activeren in brainscans en dan nu in het DNA met toponderzoekers van Amerika. Hè? Ik bedoel, dat is de top van de top. Met die werken, die geloven, die zien dat wat ik zeg, that's it. Ja. En waar heb ik het vandaan? Uit de natuur. En in de natuur heb je een bloem die groeit, die is groen. En dan op een gegeven moment komt er een bloem en dan heeft hij zijn functie gehad. Ja, ja. En dan heeft hij zich verspreid en voor de bijtjes en honing gezorgd. En mooi geweest voor onze esthetiek, weet ik wat allemaal. Iedereen heeft een absoluut doel. Ja. En dat doel, zodra dat is verwezenlijkt, oftewel gerealiseerd, dan krijgt hij een hele diepe rust over zich. Ja. En dan is hij klaar om te gaan. En ga je dan naar een soort, je stapt uit het fysieke lichaam, denk je dat je naar een soort van hoofdstuk 2 gaat, maar dan op zielsniveau of iets? Hey man, it's gonna be an incredible journey. Ja, ik heb er... Zeker weten. Ik ben al een paar keer bijna dood geweest. Hoe kwam dat? En je hoeft op ze... als je onder het ijs je weg verliest en je bent in je zwembroek in ijswater met een meter dikke ijslaag daarboven. Over. En je hebt alleen maar je adem die je vasthoudt als reservoir om vooruit te komen, als energiereservoir. Dan gaat dat ook niet lang duren. Maar wat dan wel heel snel gaat, is realisatie. Ja. Is realisatie. Je ziet het leven voorbij schieten. Is dat echt waar? Ja, ja, ja. Maar dat zie je niet vanuit je gedachten, maar vanuit je gevoel. Ja. En het gevoel, dat heeft een veel diepere... diepere dimensie. En daardoor begrijp je dingen onvoorwaardelijk heel veel sneller. Dat gebeurt in momenten, gebeurt dat. Buiten dat, op het einde van die dwaaltocht onder het ijs, ging ik bijna slapen. Maar ik voelde geen verdrinking. Nee. Mijn ademhaling was volledig onder controle. Omdat ik die ademhalingsoefeningen van tevoren had gedaan, heb ik mijn lichaam helemaal geladen. En als dat helemaal geladen is, dan zit er geen residue van iets anders in. Dat is, heeft het weggehaald. Opengemaakt, er is flow. En vanuit die flow, die wordt dan weggehaald qua energie. En dan blijft er ook niks over. Bij mensen die, als de dood nabij is, nog residuale biochemische blokkades hebben enzovoort. En dan krijg je dit enzovoort. Die zijn niet klaar. En dan is het heel moeilijk om uit te schakelen. Het elektriciteitsnet, de nervous system, het zenuwstelsel is dat. En dan je moet er gewoon uitgaan. Je moet gewoon de reis verder voort gaan zetten. En niet als je blijft haken ergens daar in dat lichaam nog. Ja, dat is niet zo leuk. En dat moet je dus niet doen. En als je dus voor mensen die een angst voor de dood hebben, omdat ze een verkeerd concept daarover hebben, omdat daar geen controle over bestaat, zeg ik je, leer goed te ademen. Diep te ademen. Ga hierop in, op deze ademhalingsoefeningen. Want die hebben zich universitair overal laten zien. Die hebben fundamenteel de wetenschap veranderd van wat mensen bij machten zijn om hun biochemisch in het lichaam aan te kunnen activeren. Bacteriën, virussen te kunnen weerstaan. Depressies te kunnen weerstaan. En weet ik wat allemaal. Dat is alleen maar je adem. Ik heb het over de levenskracht zelf. Die zit in de adem. Als je die kan controleren, dan controleer je de weg naar de dood.
Mooie afsluiten, Wim. We zitten op 1:07. Ik ga je heel erg bedanken voor je komst. Prachtig verhaal en inspirerend voor iedereen. En maar zeker ook voor mij. En ik zou de mensen willen vragen, mocht je geïnteresseerd zijn in wat Wim allemaal heeft verteld, ga naar de website wimhof.nl, denk ik. Ja, gratis app daar. De app kun je downloaden, Wim Hof Method. Ga eens proberen die ademhalingsoefeningen te doen. Doe het lekker op je bed, ga lekker liggen. Laat het allemaal gebeuren. En die koude douche kan ik je aanraden. En ik denk dat dat een stap is naar dat je steeds meer wil. En ik denk dat dat een goed begin is voor de mensen. En ik vind het fijn om af te sluiten. Je bent positief gestemd over de toekomst. Alleen maar. Eindelijk komt er verandering. Eindelijk komt er beweging in het geheel. Shit, man. De liefde gaat overwinnen. Nou, en de macht gaat eruit. En de carelessness gaat in. De liefdeloosheid, die gaat eruit. We gaan zorg dragen voor deze planeet. Voor onze kinderen en alle levende wezens die daar bovenop zitten. Amen. Dankjewel Wim Hof. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Dankjewel.